Elis Lichtley. Wat zijn wij blij dat je in 2011 de switch van BMX naar baanwielrennen hebt gemaakt. Een geweldige beslissing blijkt nu. Je had wat tijd nodig om te beseffen dat je Olympisch kampioen bent geworden. Je vertelde dat je er niet van had durven dromen. Maar hier sta je dan, als koningin van de keirin. Je gaf alles en ging er vandoor met nog 2 rondes te gaan. Je benen deden zo'n pijn, zei je na afloop. Ik hoop dat ze nog wel stevig genoeg zijn om met trots jouw gouden plak te dragen. En natuurlijk deze onderscheiding, want het heeft zijn majesteit behaagd om jou te benoemen tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau.